tree. Judy, it's true. Goedenavond, dames en heren, van op het vrijwilligersweekend in Essen. Even een kleine update. U hoort het misschien op de achtergrond. Het is niet alleen het geknetteren van het haardvuur, maar het is ook het gekreuk en het geplooi van duizenden en duizenden brieven. Hier op de achtergrond ziet u de lustige plooiers. We gaan even zien voor een paar meningen en hoe het zit met de krampen in de handen. We gaan even dichterbij. Hola, amigo. ¿Qué tal? Bien. Ah. ¿Tu mano? Mi mano. Claro, tu manos. ¿Mi manos? Sí, manos. ¿Qué pasa con mi mano? No, con la crashing, la papelos, en todos los movimientos increíbles. ¿Cómo es la experiencia? Excusamente por mi increíbles lengua típica angelegenos. Sí, quiero un entrenamiento especial para poder hacer esto. We gaan over naar de volgende kandidaat. U ziet, hij doet het zeer goed. Ik heb allemaal zelfs geënt. Zo, even kijken hoe gaat het hier. Ja, ze zijn ook druk bezig. U ziet, er is ook een uiterste concentratie, dames en heren. Het is iets waar je niet zo licht over gaat. U ziet dat, het is ook niet meer zo licht buiten. De zon zakt, maar ze blijven er gewoon voor gaan. Hier een oude getrouwe Lopke, want die kennen we natuurlijk, moeten we niet aan u voorstellen. Of toch even wel. Lopke, alles oké. En hoe zit het met het pooiwerk? Ja, ik denk dat ik een van de meeste rendabele vrijwilligers ben van het moment. Het scheurwerk gaat er zeer vlot zien. U ziet, dames en heren, hier vanuit Essen, dicht bij de Kalmthoutse Heide. Er zijn liedjes over geschreven, zeer gemoeilijk, maar hier hangt een hele andere sfeer. Maar dames en heren, een onvoorstelbare... Niet te vergissen, niet te gewissen, plooibare sfeer, dames en heren. We gaan even terug naar de studio in Brussel, maar we komen zeker gauw bij je terug. Tot gauw. Ciao. I can't do it anymore. My tongue is completely dry, but I keep on working for all my school. It's an atrocity in Congo.